je dat gezien? Elke keer als ik hier sta, dan moet ik terugdenken aan een moment, 12 jaar geleden denk ik al intussen, dat ik hier stond koffie te nemen en naar Romein binnenkwam. Dat was op een zaterdagmorgen, we waren hier met heel wat collega's verzameld. Ik denk dat we toen half zo groot waren dan vandaag, 50-tal collega's. Verzameld om samen te komen tot de waarden die richting zouden geven aan ons handelen in de toekomst. En Romein vroeg aan mij van, ja, en hoe gaan we het doen? Hij wist dat ik het geheel ging faciliteren. En zei van, ja, wat gaat onze aanpak zijn? Dat gaat toch nooit lukken, hè? 30, 40 consultants in één ruimte die op 2 uur tijd moeten komen tot een conclusie van 4 waarden. Misschien weet je het wel, er zijn wel wat ego's onder mijn collega's en ik ben zelf daar ook mee schuldig aan. Dus ik zei tegen Romein, wacht, en we zullen straks nog eens praten. Zo gezegd, zo gedaan. Op 2 uur tijd hadden we 4 waarden die gedragen werden door iedereen geformuleerd. Romein kwam naartoe van, wat is dit? Wat is hier gebeurd? Ik zeg, ja Romein, dat is de magie van een wereldcafé. Ik denk dat wij bij de eerste organisaties waren die een werkvorm zoals een wereldcafé echt zijn beginnen toepassen binnen een professionele business context. Intussen hebben we in de honderden projecten die we gedaan hebben onze rugzak gevuld met tal van werkvormen die toelaten om met een kleine en heel grote groep mensen te komen tot resultaat. Wil je meer weten over hoe dat je teams kan coachen, hoe dat je teams kan ontwikkelen, hoe dat je performante teams kan creëren? Wil je meer weten over hoe dat je participatie kan vormgeven met een grote groep stakeholders? Ben je ervan overtuigd dat 1 plus 1 veel meer kan zijn dan 3? Ben je gewoon curieus naar wat die 4 waarden van ons zijn? Of heb je zin in een tas koffie? Contacteer ons dan of leer meer over ons op onze website. Dat is onlogisch dat je koffie wegzet, hè. Terug op machine.